Op 31 oktober is TEDx Breda, maar op 11 september wordt de TEDx Breda Award al uitgereikt. Iedereen kon ideeën insturen die een positief effect zouden hebben op de leefomgeving, in het bijzonder in Breda. Hieruit zijn er 10 genomineerd voor de TEDx Breda Award. Mijn naam is Edith Kalmeijer. Ik ben een Bredaase, ben hier geboren en opgegroeid. Ik woon er niet meer, maar Breda blijft natuurlijk altijd in je hart zitten. Dat weet iedereen die hier vandaan komt. Ik werk bij de Kamer van Koophandel. Die twee dingen samen die hebben mij ook wel een beetje tot mijn idee gebracht. Het idee van deze Bredaase is niet zomaar ontstaan. In de stad is er weinig gemak, zeg maar. De winkeliers hebben last van de mensen die uit de stad wegblijven vanwege het gemak met internet. Dus als je mensen gemak biedt, dan kun je ze misschien weer terugkrijgen in de stad. Mijzelf, als ik uitga, dan heb ik ook wel eens behoefte aan dingen waar je bijvoorbeeld spullen kunt stallen of wat dan ook. Een soort punt in de stad waar je naartoe kunt met van alles en nog wat. Het plan moet na een eventuele winst een toevoeging worden voor de binnenstad. Ik hoop dat de stad er beter van wordt, dat mensen echt gemak kunnen ondervinden in de binnenstad van een soort servicepunt. Of dit het winnende idee is, weet Kalmeijer nog niet, maar ze gelooft zeker dat er een kans is. Om te winnen? Geen idee, want ik weet niet welke andere ideeën er zijn genomineerd. Maar mijn idee is wel heel eenvoudig te starten. Want het hoeft niet meteen groot opgezet te worden. Je kunt morgen beginnen als je wilt. Maar wat gebeurt er dan op 11 september? Ja, op die avond mag iedereen even een pitch houden om de jury te overtuigen. En dan zie je elkaar denk ik ook voor de eerste keer. Ja. Wat ze de jury gaat vertellen weet Edith nog niet, maar ze is er wel druk mee bezig. Ja, sinds ik jullie mail heb gehad, of althans een mail van TEDx, ben ik er continu over aan het denken eigenlijk. En met mensen aan het praten. En ik moet het nog helemaal uitwerken namelijk. Ze is zeker enthousiast over TEDx. Ze volgt het al een tijdje. TED is iets wat ik best wel regelmatig volg. Ik vind het heel erg inspirerend. Zo kom je ook bij TEDx terecht. En ik ben nogal van het creatieve denken. Ik heb heel veel ideeën. Dus ik had een idee en ik heb het ingestuurd. Je hebt hele inspirerende sprekers. Je hebt bijvoorbeeld hele jonge mensen die gewoon zo goed hebben nagedacht over dingen waar oudere mensen nog lang geen oplossing voor hebben verzonnen. Ook al doen ze er al 20 jaar over. En verrassende mensen, schrijvers die over hun achtergrond praten. En het is heel uiteenlopend. En het zijn altijd mensen die net even iets anders denken.